Ik ben vandaag in Utrecht helemaal alleen op stap. We hebben de camper staan in Gouda, Klein-Amerika. En ik ben met de trein naar Utrecht gegaan en ik zie dat er heel veel veranderd is. Onder andere op Hoge Catharijnen, dat het echt een mijl geworden is. Maar één eend. Het wordt een mooie wandeltocht. Dwars door historisch Utrecht heen. Dit is natuurlijk de Dom, het symbool van Utrecht. En dit is de Domkerk. Die is gescheiden van de Domtoren. En ertussen ligt het Domplein. Wat een mooi geluid, niet? Prachtig! Dan loop ik weer naar een hele grote steen toe. Ik ben ook benieuwd waar dat dan weer voor staat.
Op de route naar het museum toe liggen leuke winkeltjes. Waaronder deze. En dit is dan het Centraal Museum. Het doel voor vandaag. En recht er tegenover ligt het Nijntje Museum. Nijntje Museum van Dick Bruna. Een Utrechtenaar. Helaas overleden. Maar hij heeft wel een eigen museum en ook in het Centraal Museum wordt er aandacht aan besteed. Dan kun je zien hoe zijn atelier eruit zag. Zijn fiets staat er ook nog altijd, weliswaar met lekke banden, maar goed. En dit zijn alle boeken die zijn uitgegeven met het werk van Dick Bruna. Het zijn er behoorlijk wat. Het is heel leuk om dit allemaal te zien, maar waar ik werkelijk voor kom, is deze tentoonstelling, Spuiten en Stikken. Een leuke woordspeling op het programma wat er destijds op televisie was, Spuiten en Slikken. Met onder andere Sophie Hillebrand en Filemon Wesselink en Nicolette Kluiver, om er maar een paar te noemen. Nou, dit heeft helemaal niks met deze materie te maken. Het spuiten slaat op de graffiti en het stikken op textielwerk. En beide disciplines zijn mooi verweven met elkaar. Op de achtergrond hoor je een klappend geluid. Dat is de animering op die kleine beeldschermpjes. Nou, wat zo raar is nou. Heel leeg auditorium. Vreemd. Ik vind het wel heel apart, want het is een heel oud klooster waar het museum in zit. En dat het zo modern allemaal is. We gaan weer verder met de tentoonstelling. Als je dit wandkleed ziet hangen, zou je niet denken dat er allemaal kleine kraaltjes in zijn verwerkt, geregen op mooie draden. Het is wel echt een geduldklusje. Net als dit borduurwerk trouwens. Thank you.
of dit gestikt op papier. Pontificaal in het midden van de zaal staat een gezantkunstwerk opgesteld, waar mensen gezamenlijk en vrijwillig aan kunnen werken. Zo te zien is het nog lang niet af. De mogelijkheden en de combinaties van materialen zijn onuitputtelijk in deze tentoonstelling. Als je inzoomt, zie je schelpen, dat er een 3D-effect aan geeft. En dan tot slot een tunnel die me heel erg doet denken aan de metro in Londen. En die uitkomt in het restaurant. De tuin was sinds de 12e eeuw een begraafplaats. In de middeleeuwen vormde het ook een ontmoetingsplek. Er werden vergaderingen gehouden en er werd zelfs handel gedreven. In 1422 werd het de tuin van het in dat jaar gebouwde Agnietenklooster. Dit klooster ontstond in de tijd van de moderne devotie, toen veel vrouwen zich terugtrokken uit het wereldlijke leven. De tuin wordt gedeeld door het Centraal Museum en de naastgelegen Nicolaikerk. Dit kunstwerk heet de Liquid Garden van Tanja Smeets. Het is een installatie binnen in de toren die langs de wenteltrap is gemaakt van vilt en aan de buitenkant gemaakt van metaal. Maar dat heb ik helaas gemist. Na de lunch ga ik nog eventjes snel langs de vaste collectie van het museum. Te beginnen met de modeafdeling.
Vooral de stoel links spreekt me erg aan, want een vader van een vriendin van mij heeft die helemaal nagemaakt. Het museum bestaat uit een aantal verdiepingen en vanaf de bovenste verdieping kun je helemaal naar beneden kijken naar de begane grond. Beneden in de kelder ligt een Utrechts vrachtschip van wel zeker 1000 jaar oud. Als afscheid is het altijd leuk om even een kijkje in de museumwinkel te nemen. Dan zit mijn museumbezoek er weer op. Maar buiten lijkt het gewoon door te gaan. Later.